Oh. Maar dit is een oefenrondje, ja. Dus... Er staat ook als het goed is bij mij in de titel testen, dus... Want weet je wat ik namelijk ook heb? Volgens mij heb ik een beetje delay, met, omdat die op buffer 18 staat. Dus de buffer moet iets kleiner zijn. Ah. Oké. Okay. Hij doet het. Ja, bij jou doet hij het. Ja. Oh, 10. Nou, dat vind ik ook wel eerlijk, want de vorige keer had ik ook vet veel. Ik zit eventjes de stream op laag kwaliteit, zodat mijn ouders misschien er geen last van hebben. Oh ja. Zo. 10 coins. Ja, nu kan ik, zou ik in Super Mario Party zou ik een ster kunnen kopen. Kunnen kopen. Ja. Jee, ik ben wel blij. Ik vind het leuk, man, dat het werkt. Dat is mooi. Oké. 20 coins, ja, oké. Oké. Dus start, ja, start maar. Oeh, 4. Capsules, ja, altijd. Oh, hij gaat de capsule pakken, hoor. Ja, zeker. Het is een cursed mushroom. Oké. En 3 coins. Let's go. Nu ben jij. Jij gaat ook zo'n capsule naapen. Echt, dit is echt niet normaal hoor. Ja, wat een onzin weer. Wauw, dat je zo wil winnen. Hé, hey, ik heb niks gedaan, hè. Ik heb niks gedaan. Dit was Jambert. Hey, jij maakt de brug voor mij kapot. Kan ik niks aan doen, volgens mij. Beetje jammer dit. Krijg je in deze game niet ook dat je al de minigames die de PC's doen, dat je die te zien krijgt? Ja, ik denk het wel. Dat hebben ze in Mario Party 6 en 7 volgens mij wel verbeterd, of niet? In ieder geval in 7, want 6 weet ik het niet. Yay! Tja. Oh, gaat zij... wat een bitch is ze ook. 3 tegen 1, wie got this? Ja, dat mag ik hopen van wel. Aan de andere kant, ik ken waarschijnlijk 0 van deze minigames. Heatstroke. Ja, ik ken ze waarschijnlijk allemaal, dus ik kan waarschijnlijk zo uitleggen. Oh, deze is wel kut. Zeker als ik als die bij mij niet gelijk loopt. Maar wat je moet doen is, je moet zeg maar zorgen dat je niet op een platform staat als zij slaat, zeg maar. Oké, ik weet niet wat Z is. Zeg maar, ik wil eventjes kijken van, hoe werkt die? Ja, we gaan niet practicen toch, want dat duurt het zo lang. Nee? Oké. Okay. Nee, we gaan geen practice. Oké, dus je moet gewoon op tijd springen eigenlijk. Ja. Oké. Oh. We zijn al dood. Nou, dat was het. Wat slecht. Wat slecht. Ik landde volgens mij net van de vorige sprong, omdat ik dacht dat ze ging hameren. Het is wel kut, want volgens mij zit zij ook nog het dichtst bij de ster ook. Nah. Wat een onzin. Ik ben er nu al klaar mee. Ja, maar zij heeft volgens mij geen 20 coins, toch? Of wel? Mm-mm. Omdat ze net op rood kwam. 17. Ja, lekker geworden. Wacht. Gaan we dat doen? Nee, dat gaan we niet doen. 6, oké. Okay. Naar onder. Ah, kom ik gezellig bij je staan, Milan? Nou. Hoe vind je die? Oh, geen zin in? Wow, hier nog. Ja! Oh, dat ja. Is zo veel winnen. Wauw. Yes. Dat je zo veel winnen, Sander. Ja, lekker dit. Dit vind ik mooi. Dit is, hoe ze dat noemen, zo'n poggers. Oké. Oh, gaat hij me inhalen hoor? Tjonge, jongen. Huh? Kom je nu op je eigen bom? Ja, maar dat is blijkbaar telt hij af.
Maar blijkbaar kan dat in deze game op je eigen capsule komen. Dat wist ik niet. Ja, bij... ik weet, bij DS heb je ook een soort... van die hacks dingen. En... daar kan het niet. Daar, of ja, daar kan het wel, maar dan krijg je coins voor terug als je op je eigen... Ja, precies. Dat is bij, bij save is dat ook zo. Lekker voor je, Daisy. Oh, die bitch gaat hard. Zo gaat... Nee, dat is heel veel grappig. Oké. Please, heb geen goede capsule. Een mushroom. Is dat zo'n dubbele dice dan? Was het een rode mushroom? Want ik heb het even niet gezien. Gewoon een mushroom stond er. Ja, dat is een dubbele dice. Man. Ja. Triple jump. Ik kan 3 keer op A drukken, dus dit moet wel goed komen. Oh ja, je moet mashen geloof ik. Oh, maar... Oh ja, nu moet ik wel uitvogelen welke... Welke knopje B is. Dat weet ik niet. Nee. We gaan het zien. Oh, dat is wel kut. Ja, daarom dacht ik misschien practice. Ja, dat duurt het zo lang. Sommige... Ik, I take my loose als het zo is. Oké. Nou, ik zou zeggen, ga gewoon op je gevoel af. Ja. Oké, moet ik nu A, A, B, A? Volgens mij denk ik dat geel kut, of niet? Ja. Oh, je moet hem ingedrukt houden, of? Nee, je moet zoveel mogelijk erop drukken, maar dat is op de... Op de okay. Computer is dat echt fucking moeilijk. Kijk hoe goed de computer het doet. Oké, ja, ik had ook eventjes niet door dat dat de bedoeling was. Ja, maar dat... Maar niet uit. I take my loss. Maar dat is op de toetsenbord, is dat ook echt niet te doen, ja. Ja, dat is waar. Nou, Bowser Jr. Gefeliciteerd. Oh, Koopa Kid. Ja, Amerikaanse versie, hè. Oh. Oké. Oh, die man staat nu... Nee, hij staat gelijk met mij. Behalve dat ik straks... Dan moet ik hoog gooien natuurlijk. Dat ik iets sterk kunnen kopen. Hoeveel moet ik gooien? Ja, maar hun zijn er allebei al voorbij, hè? Of niet? Ja, 1, 2, 3, 4. Hij is 7. Kan wel op zich. I use. Ja, doe maar daar. Misschien had ik hem verder weg moeten doen, bedenk me nu. Te laat. Oh, 10! Ja, ja, lekker doen! Ja, weet je zeker dat je er blij mee bent? Ja. Is het niet... Oh! Wat is dit? Nee. Winter. What the fuck? Nah. Nou, ik hou van het spel. Ik haat dit spel, man. Oh, maar ik kan hem ook niet kopen, dus. Lekker voor je. Wat dat betreft heb je dan nog geluk dat je nog terug werd gezet. Want nu kom jij er alsnog als eerst. Ja. Maar alsnog, ik ben alsnog zalt. Ja, dat snap ik. Ja, en ik wist al. Je gaat Daisy hem pakken natuurlijk. Of was... Oh nee, Daisy was er al voorbij natuurlijk. Ja, iedereen al nu. Ja, dat scheelt. Oké, Koopa Kid. Wie heeft dat verzonnen? Laten we Bowser Jr. vertalen naar Koopa Kid. Ja, ja, maar in Japan heet Bowser ook Koopa, hè? King Koopa. Oh, wauw, dat wist ik niet. Ja, you learn something new every day. Precies. Schijnbaar. What the fuck, kostte het haar nou geld om die mushroom te gebruiken? Ja. Wat is dit voor een game? Ja, ik ben ook verbaasd. 3, 7.
Nou ja, is in ieder geval niet dubbel. Dus... Oeh. Ze komt er wel dichtbij, maar... Ja. Zij gaat hem waarschijnlijk de volgende hebben. Maar zij heeft niet genoeg... Ik ook niet. Zij mag niet winnen. Zij mag niet winnen. Chomp Romp. Oké, Chomp Romp. Ik heb geen idee welke dat is. Oh, deze is wel kut, ja. Je moet zeg maar... je moet die hond zeg maar begeleiden met zo'n fluitje. Dan moet je hem naar de eindstreep zeg maar brengen. Je moet gewoon op A drukken om die whistle te blazen. En dan loopt die hond naar je toe, ja, zeg maar. Oké. Ik weet niet wat de katten allemaal aan het doen zijn, maar ze zijn aan het kutten. Nee, die ze doen. Zijn aan het katten. Nou, dat... Dat... Auw, what the fuck? Oh, wacht even hoor. Ik moet eventjes hier ingrijpen. Dit gaat even niet goed. Katten, hou op. Kom op, hè? Nu kunnen ze in ieder geval elkaar ergens anders afmaken. Ik weet alleen... Ik heb geen idee wat ik ga doen hier. Maar het zal vast goed zijn. Oh, je moet ze zo dat ze recht op je af kunnen komen. Deze heeft gewonnen. Oh, ja. Die mocht niet winnen, toch? Ah, fuck! Nee. Fuck! Ik moet wel zeggen, het is wel een stuk moeilijker met toetsenbord. Ja, dat geloof ik best. Ja, kut, sorry. Ja, of ze moet heel laag gooien. Is zij zo dicht bij de ster dan? Ja, best wel. Zij is verder dan ik in ieder geval. 7. Oh ja. Ah, nee, niet de ster, niet de ster. Min 3 coins. Maar ja, nu kan ik sowieso de volgende keer de ster al niet pakken, dus het maakt eigenlijk ook niet zoveel uit. Oh, is je hem ook misbruikt? Oh ja, als ik 1 gooi, dan haat ik jou daarvoor ook gewoon. Oké. Okay. Kut! Oh, hij gaat nee, hem kopen. Nee, ik heb 1 coin te weinig. Ik kan hem niet kopen. Lekker mooi. 1 coin tekort. Ook dit en nog. Poisonous Mushroom. Lekker voor je. Wauw. Laat je zo wel winnen. Wat? Hoezo krijg je 3? Oh, dat is van de... Ja, oké. Okay. Nee, dat is logisch. Waarom zou je die ergens gooien? Ja, want dat snap je. Snap kunnen je anderen niet toch ook... Of kost het dan niet die 5 coins? Nee, nee, dan kost het niet. Coins. Nee, 5 coins is volgens mij alleen als je het op jezelf wil gebruiken. Oh, oké. Okay. Aha, you learn something new every day. Ja, ze gaat hem kopen. Oef. Leuk man, Daisy, leuk. Leuk voor je. We hadden nooit de prinses moeten kiezen. Echt, hè? Oh ja, daar helemaal, waar ik niet eens weet hoe ik daar kom. Nee, fijn. Nee, leuk dit. Ik ben blij dat er niemand in de chat is, dus dat ze ook niet ding kunnen verzilveren. Nee, precies. Drie tegen 1. Tegen jou. 1, oké. Okay. Oh, wat ben ik er eentje? Big top drop. Big top drop, oké. Okay. Oh ja. Controls 1, dat is voor mij. Drop balls. Ja, jij drop moet... Balls. Jij moet ons van dat touw af zien te krijgen. Oké. Okay. Easy. Volgens mij is het voor jou heel makkelijk, deze game. Volgens mij is het onmogelijk voor ons om deze te winnen. Nou, dat is mooi. Dat mag ook wel een keer. Ik heb 3 coins gehad. Ja, oh, wie zijn schuld is dat? Ja, jou. Want jij hebt die bom. Oké, dat is waar.
Dus, oh, moet ik gewoon... Moet gewoon spammen, die ballen. Oh, ik moet gewoon... Oké. Okay. Nou, ja, als jij dat zegt... Hoe is dit te ontwijken? Hoe? Hoe heeft die Bowser Jr.? Hoe dan? Hij hoeft de hele tijd niks te doen. Fuck no. Nee. Mijn leven. Nee. What the fuck. Nou, je weet dus waar je moet staan bij deze game. Ja. In het midden. Daar kun je gewoon niet geraakt worden. What the fuck. 3 coins. Hey Sander, is dat laatste? Oh, hier is het laatste. Oh. Nou. Hey jongens, zullen we nog Totodile Shiny in top? Hey, daar wou je niet op komen, hè? Je zei net zo. Oh, dit is alleen maar goed voor jou. Wauw, ik word gewoon in mijn eigen... Oh nee, deze was niet voor mij. Ik had een hamer, bro. Ik had geen spiky. Coins! Oh, ik krijg coins! Ja, dat komt omdat ik die vorige eigenlijk had moeten winnen, want Junior cheat. Krijgen we dit? Door de hele tijd in het midden te staan. Nice. Oh, jij kunt maar de helft. Jij kunt maar tot 5 gooien, zeker, doordat ik je gepoist had. Yes! Zoals mijn alert zou zeggen. Ik heb nu ook een alert voor bits, trouwens, boys. Ik heb zo gauw waarschijnlijk de website niet openstaan, dus ik kan geen test rollen. Maar, hij is wel leuk. Hij is wel leuk. Nice. Dream Elements. Hint, kan hint, geef kijken? Dit. Nou, ik wil hem best wel eventjes rollen. Omdat ik hem zo leuk vind. Hé, hey, deze was die van mij, of niet? Ja, ik hoop dat ik dat geld dan krijg. Ik weet ook niet of alert eigenlijk in deze... Oh, ja, ja. Nou, oh, ik krijg het geld niet. Dus dan ben je jammer. Het is geen echt geld, maar... Je hebt wel kunnen genieten van deze heerlijke... Battle minigame! Oh, dit is kut. Oh, dit werkt anders dan dat ik het ken. Oké. Okay. Iedereen betaalt 10 en dan mogen we hier 1 spel kiezen. Oh. Ja, ik ken geen enkel spel. Wat is het minst geluk? Ik denk alleen dat links geluk is. En de middelste moet je heel hard op een knopje drukken. En ik weet niet of dat ideaal is. Oké. Dan ga ik gewoon voor rechts. Oké. Ja, hier moet je zo snel mogelijk het dingetje wat je op het beeld ziet kiezen, zeg maar. Oh, oké. Nou, dat is wel te doen. Daar hoef ik geen practice voor nodig te hebben. Oké. Een M. Wat? Oh, dat was hem niet. Oh, kut. Oh. Wat? Nou, ik heb hem gewonnen. Nou, dat was makkelijk. Wat een boel. Ja, maar had je ook de goede M, of niet? Want er waren twee. Ja, want ik had eerste fouten. Ja, maar nu krijgen jullie allemaal geld omdat jullie allemaal tweede zijn geworden. Ja, maar dan maak je toch niet zoveel uit. Ik krijg allemaal heel weinig geld, kijk. En ik heb 10 ingeleverd, hè, dus ik heb gewoon 6 in de min. En jij had al zoveel geld. Het is net als mijn bankrekening. Hij staat in de min. Kijk hoe ik voel, kijk mijn coins. God voor de tyfus. Nou, ik word echt gepest. Deze game haat me. Ik zou haast... de titel van deze stream aanpassen naar deze game haat me. Ja. Oeh, een chain jump capsule. Ja, doe maar duur hoor. Tuurlijk. Krijg jij maar al die capsules en die monies en die tuurlijk. Want jij staat al niet voor. Oh, je staat echt niet voor. Dat wist ik. Ja, ja. Ik was jou aan het testen of je zat op te letten, maar dat zat je dus overduidelijk niet. Och, weer een cursed mushroom. Ja, lekker voorder. Ik heb geen medelijden met die bitch. Alle die rijke luiskindjes die denken, ik ben zo zielig. Nee, dat ben je niet. 3-1.
Ja, en ik ben weer de enige, hè? En dan gaat Bowser Jr. weer op zo'n plaats staan, zeg maar, waar ik hem niet kan hitten, waarschijnlijk. Oh, leuk, ja, nee. Deze is ook leuk. Hoe moet ik move? Ik moet gewoon move. Oh, oké. Okay. Bij jou. Gewoon beide gewoon move. Nou, let's go. Wij dan kan ik. Stampen. Bewegen kan ik wel. Niet lang, maar wel eventjes. Oké. Okay. Oké, ga een beetje elkaar in de weg zitten anders. Oh, 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 dat scheelt echt niet veel. Oh, dat ik heb je weer bijna. Waarom? Oké, ik kan... Verdomme Daisy. Ja, Daisy. Ik ga liever langs Daisy of Bowser Jr., want die kunnen er toch niks van. Hij heeft gewonnen, hoor. Ja. Ik dacht eventjes dat Daisy nog verder ging klappen, maar daar was de tijd niet voor, gelukkig. Nou, dat mag ook wel een keer. Kijk, oh, ik heb een keer boven de 10 coins, jongens. Nou, poep, poep, poep. Dat mag ook wel een keer. Anders was dit geen battle minigame. Dat was sowieso 1 tegen 3, dus dat kan volgens mij niet. Nope. Wow, hij gooit 10 hoor. Ja, ja. He's coming back. Nou, ik heb dat dus altijd. Als ik in het begin heel hoog gooi, dat ik eigenlijk eerste ben, dan heb ik daarna vaak ongeluk. Oké, Boelebil. Waar is de dinges? Is die daar? Waar is de... Oh, daar helemaal, jong. Waar sta ik? Daar. Oh, dan is dat... Nee, dan is dat niet anders. Dus dan moet ik sowieso die kant op. Godverdomme. Okay, dan ga ik jou eventjes tegenwerken, dat is mooi. En geld in de pocket. Hey, ik heb 20 coins. Dat is wel porgers. Laat zo'n change om doen. Let maar op, hoor. Or a star? Ja. Holy damn. Ik wacht daar heel even mee. Nou, snap ik. Snap ik. Doei. Die zien we nooit meer. Godverdomme. Heel vaak. Ah, dat is mooi. Ah, je hebt nog steeds 40 coins, dus niet zeker. Oké, ik was eventjes helemaal in de war. Ik dacht dat hij de andere kant op ging, maar... Ja. Dacht ik, wat doe je nou? Je loopt tegen... Die Daisy... Daisy is al 3 keer op dit vakje gekomen. Daisy wil gewoon niet verder. Nee. She likes them sweet dreams. Oké. 2 tegen 2. Oké, dit moeten we winnen. Maar ik zit wel met een computer opgeschreven. Computers zijn echt fucking dom. Dan zeg je, ja, maar ik ook. Ja, dat boeit me niet. Maar hoe weet je? Dus je moet throw a ball, maar wie is 2? Wie is nummer 2 en wie is 1? Dat ben ik 1? Omdat ik vooraan sta? Ik denk het, ja. Ik denk dat ik 2 ben. Moet ik root catchen? Oké. Ik denk, het zal wel. Ik ga het gewoon... Zeg maar, bewegen is voor alle 2, dus... Oh ja, jij moet schieten inderdaad. En ik moet vangen. Oké, ja. Nou ja, maar jij moet niet die mijne vangen. Wat doet hij nou? Waarom gaat hij daar staan? Wat die... moet... Oh, ik... Hij mag ook die van jou pakken of zo dan. De diepte is erg lastig. Ja, what the fuck. Ik vind dit echt... Dit fokt echt met mijn brein of zo. Nou, fok ik wel vaker met mijn brein, maar... Nee, doe nou niet. Oké, jullie hebben gewonnen. Okay. Hoe dan? Heb jij als jij loopt ook heel erg dat je... Dat je heel snel gaat of zo? Je hebt niet echt controle. Ja. Ja. Dat één klein dingetje is heel veel. Ja. Dat komt waarschijnlijk omdat die... normaal zit op zo'n controller zo'n joypad-achtig. Ja. En die heb ik nu ingesteld op de pijltjes toetsen. Mm-hmm. Ja, dat heb ik ook. Dus dan krijg ik... From each player you pass. Ja, dat is niet zo gunstig, denk ik. Nee. Niemand loopt voor. Niemand zit. Ja, dan ga ik dat niet doen. Ik denk, misschien word ik dan ineens eerste en haal ik de Grand Prix, maar...
Dat werkt niet zo in deze game. Nee. Eventjes oh vergeten dat... nee! Dit is echt een open... Oh. Fuck, nee! Bovenin, kom op. Echt... Bovenin. Ja. Bovenin, je kan het. Ja! Wat? Nee, dit is toch echt nergens op. Nou word ik zo genaamd. Deze keer is trouwens heel, heel smal. Waardoor ik er soms uitval. Zo, dit is beter. Oké, dit is ei. Goed om te weten. Gooi 2. Niet dat uit, maar voor mij. Gooi 1. Enough. Dit doet pijn. Ah, oh, kut, sorry. Nou, kijk hem blij zijn hoor. Ja, tuurlijk. Ga maar blij zijn, joh. Het. Ah, dat is zonde voor, voor Koopa Kut. Zijn nou Koopa Kut? Nee, dat zei ik niet. Maar als jij dat wil... Het klonk heel erg zo. Och. 1. Oh nee, niet coinswap met mij. Oh, nee. Wel coinswap met mij. Oh. Of was het geen coinswap? Oh nee, het is geen coinswap. Waarom maak je me blij met een dode mus, Sander? Wat is dit? Nou... Ah, dat weet ik niet. Ik dacht gewoon, ik zag een coin, dus ik dacht, oh, dat is coinswap. Maar dat is helemaal niet zo. Schijnbaar. Oh, gaat die Daisy hem weer pakken natuurlijk? Oh nee, dat kan hem niet. Oh, maar nu zit ik er wel. Oh nee, ik zit ook niet dichtbij. Nou, misschien wel het dichtst van allemaal. Als Daisy niet wint. Daisy moet waarom vooral... Waarom is deze roze? Omdat iedereen je coins kan krijgen. Ja, oké, okay, dit is zo'n... Oké. Okay. Oh, oké, okay, wij moeten een rekensom maken, oké. Okay. Ja. Nou, Daisy mag deze niet winnen. Oh. Zijn we in zo'n spelshop land? Oh, zij mag ook, oké. Okay. En wij moeten het dus met elkaar doen en zij moet... Ja. Dit is wel echt een hele leme... Hebben we meerdere kansen? Fuck. En dit is wat we krijgen. What the fuck? Dit is het? Wat wow. Is dit voor een lazy minigame? Niet eens meerdere keren. Wat is dit? Wat is dit? Ja, maar dat komt allemaal door de middelste. Want als we gewoon 4 keer 2 hadden gehad, hadden we even... Nevermind. Nee, dan hadden we 8. Dan hadden we geen 6. Ja, dan hadden we evenveel als deze. Ja. Maakt het op zich alsnog niet uit. Volgens mij sta ik niet dichtbij genoeg. Pil. Moi? Dat is redelijk. Ah. Oké, okay, op zich kan het missen. Voor ster. Oh, als jij nu toch weer op een of andere reden ineens weer dichter bij die ster bent, hè? Dan word ik boos. Woest. Nijdig. Pist. Sad. Woedend. Agressief. Nou, verder weet ik geen synoniemen voor boos. Ah. Oh, boos. Nee. Ik ga Tim Hofman bellen, jongens. Nee. Dit kan zo niet. Oh, hij krijgt die sowieso? Oh nee, je moet bij die bank betalen als je er langs komt en als je erop komt, dan krijg je het. Oh, wat nice. Totdat je erop komt, of totdat je er langs komt. Ja. Wow, hij heeft al gewonnen, hij heeft 69 coins. Nah, fuck, ja. Hey boys, bedankt voor het kijken. Ik ga mijn boy Milan reden, want die gun ik het wel, zeg maar, die gun ik Twitch monies. Nou, gelukkig heeft ze geen 20 coins. Zie je, zij komt erop. Oh. Dus zij krijgt maar nu die 5 coins. Maar dan gaat hij weg of zo, of blijft hij voor altijd staan? Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, oh, okay. Nee, hij blijft. Oh, oké. Okay. De rondjes gaan wel lekker snel. Eentje. Ja, klopt. Ik vond 20 turns ook al best veel, maar dat komt waarschijnlijk gewoon omdat in deze game
20 turns veel korter duurt dan in bijvoorbeeld Mario Party DS. Oké, wacht. Ik moet... Oh, ik moet op die bol en dan moet ik jullie squishen? Ja. Oké. Dat wordt nog wat. Oké. Oké, deze is gone. Ah, fuck! Ik kan ook echt... Ja, nee, dit wordt hem niet. Ik voel hem al, dit wordt hem niet. Nee, blijf van me af! Blijf van me af! Dit spel, jongen! Oh, fucking Bowser Jr. Lillo. Oh. Je was zo close, though. Dat laatste moment deed echt pijn. Ik heb wel veel plezier, jongen. Ik niet. ja, nee. Maar ik ben wel blij dat we het werk in de hebben gekregen, want het is wel gezellig. Maar... Ja, het is ook frustrerend. Hoe? Vraagteken. Oh ja, als ik ergens weg word gezet. Nee. Waarom moeten ze altijd mij hebben? Hé, hey, je bent wel dichterbij. Nevermind. Ik heb niks. En masseuren? Ja, toch. Je moet toch iets. Ik ben een Nederlander. Het is mijn plicht om te zeuren. Maar als je die dus nu op jezelf gebruikt, dan krijg je eigenlijk gewoon 5 coins. Ja. Waarom zou je dat niet doen? Waarom zou je hem ergens anders plaatsen? Ja, maar dat risico is toch te groot om hem... om 10 coins te krijgen. Behalve als je het echt nodig hebt natuurlijk, dan kun je het wel risken. Maar... Dat lijkt mij ook, maar ja. Het zal wel. Oh, dit is een versus minigame. That ja. I like. Zijn er geen gewone versus vakjes eigenlijk? Ja, er lag er al eentje aan de rechterkant. Oeh, wat een lul. Hij gooit dan ook weer precies genoeg, hè? Ja, echt. Anders had ik hem ingehaald misschien. Nou, nee, dat weet ik niet. Want ik moet dan wel echt iets van 7 of 8 gooien. Maar... Oh, wauw. Wauw, nee. Dat je zo wil winnen. Hé, hey. Dat is Bowser Jr.'s schuld. Hier heb ik niks mee te maken. Oh nee, niet coinswip met mij. Oh nee, dit is geen coinswip. Dat was nog kutter. Ah, helaas niet meer. Dan werd je echt salty, of niet? Tot 20. Ja, of in ieder geval genoeg, zodat jij niet te sterk kon kopen. Ja, dat is 20. Ja. Of 16, maar... Dat is een... Een getal die je waarschijnlijk niet. Wat je krijgt money, wat leuk voor de. Maar goed, die kan ook nog de minigame winnen, hè? God. Waarom moet ik altijd in mijn eentje? Ik bedoel. Behalve als het voor mij gunstig is dat ik in mijn eentje zit, moet ik in mijn eentje. Flight cards. Oh ja. Dit is eigenlijk een soort rock, paper, scissors, zeg maar. Ja, oké. Nou, dat wordt wel fijn. Denk ik. Ik moet even kijken. Oh, ik weet nu niet. Ik weet alleen A en B. Ja, X weet ik ook niet. Dat, Ik heb geen... Ik weet ook niet of ik nou win of niet. Nee, je moet hetzelfde als ons zien te fixen. Oh. Lol, die knop drukte ik helemaal niet in. Oh, maar ik kan nu al niet verliezen. Oh ja, ik had wel kunnen winnen.
Ik moet nog maar eventjes achter zien te komen welk knopje X is, want... Ja, dat weet ik ook niet. Ik heb gewoon X en Y. Zeg maar, ik weet dat ik op X en Y, weet ik, één van de twee is hij. Dus ja. Ik druk ze gewoon allebei in. Dat wilde ik niet. Gooit die of één. Of wilde ik dat wel? Nee, als je die had gebruikt, dan ga je volgens mij voorbij de ster. Volgens mij kan je de ster dan niet kopen. Oh, oké. Okay. Nou, dan is het alleen maar mooi dat ik hem niet heb gebruikt. Mooi. Oh, kijk hem blij zijn dan. Oké. Okay. Hey, die plaats ken ik. Ja. Daar heb je hem al een keer eerder genaaid. Genakt. Gepakt. Drie coins. Oeh, 15. Oeh, dat is duur. Maar wat kun je daarmee? Oh, je kon... Oh, dan mag je iets stelen van iemand. En dat doe je nu omdat iedereen een ster heeft. Oh, wee. Nee, niet mij. Nou, dan ben ik toch lief geweest, of niet? Ja, zeker. Ho. Echo. Nee, dat vind ik wel lief. Maar het is ook tactischer om op degene te doen die eerste staat, want dan werd jij eerste. Ah, ja, dat weet je. Ja, maar als ik met Justin zou zijn, had ik hem op Justin gedaan, hoor. Ja, oké. Wat lief. Jij denkt, na alle devs van Avatar Lock, ik moet hem toch een beetje steunen. Ja, die jongen heeft het al zo zwaar, dacht ik. Ik had eindelijk weer moed gevonden om Master Mode op te nemen, hè, zo net. Nee. Komt deze man met, we moeten nu Mario Party spelen. Ja, het is helemaal niet hoe het is gegaan, hoor. Het was gewoon van, ik wou al zeggen. Wil je nu? Nee, maar, mijn Gramble was dood gegaan, hè. Weet je nog? Ja. Dus, ik moest echt eventjes moed verzamelen. Daarnaast... Moet ik ook zeggen dat ik het gewoon druk had, dus... Dat was ook wel een mooi excuus om niet met een underlevel... Je bent weer alleen. Ja, ik heb het door, maar... Ik geef er gewoon geen aandacht meer aan. Ik heb toch geen zin. Oh, Heatstroke, die wil ik wel. Squared away? Ja, deze had je net ook gewonnen. Alleen deed? Ja. Ja, maar wel net, hoor. Ja, laten we maar gewoon doen. Laat hem maar gewoon. Oké. Met twee computers is dit echt pittig om te winnen. Deze, waar ga je naartoe? Echt jongen, hun snappen helemaal niet hoe deze game werkt. Ik vind het ook mooi hoe ze inderdaad echt letterlijk gewoon niet pakken. De gunstigste weg. Ja, yes. Game is dit. Ja, met de computer lijkt me dat erg kut, man. Nou, ik vind het terecht. Hij vindt het weer terecht, hoor. Ja. Zeker. Ik was gewoon pro-moves aan het showen. Oh, dat was het. Zag je dat niet? Hoeveel coins? Fucking slim. Ik hoop wel dan dat je meer dan één gooit. Oh ja, dat is wel. 5, oké. Okay. Nice. Maar volgens mij was er nog één, toch? Oh nee, dat niet. 30 coins krijg je gewoon, hè, van die beest. En ik sta op de dinges.
Wauw, ja, er zitten er 5 in, dus dat valt dan al mee, maar... Ja, oké, maar hey, 5 coins, pure. En dan plus 3 nog? Wauw, moneymaker hier, jongen, hè? Money, it's a guess. Ja, nee. Godver. Geld betalen, meneer. Jongen, wat een game. Ik vind het ook belachelijk dat je daar zo langs loopt zonder eventjes te stoppen. Dat kan toch ook niet. Oké, wie moet ik afmaken voor de ster? Nou, niet ik. Nou, doen we wel mij eigenlijk. Ja, ga op je eigen gevoel af. Oh, dit vind ik wel lastig. Ik weet niet of ik voor een ding kan kiezen, voor een ster kan kiezen. Ja, ik denk het wel, toch? Ja, denk ik ook, maar... Ja. Oké. Okay. Ik denk wel dat je een slimme keuze hebt gedaan, want het is makkelijker om van zo'n computer op normal te winnen dan van mij, denk ik. Ja. Je hebt meer kans dat je... Oh, nee, dit is een... Wacht, wat is R en L? Dat weet ik eigenlijk ook niet. Oh. Ik heb hem op Q en E staan, maar... Oh, zie je, het moet ook anders dan dat ik dacht. Alternating, oké. Ja, dus je moet L en dan R. Ja. Maar je weet nu wel waar ze staan. Ja, dat is wel een voordeel, ja. Oh ja, dat ga je easy winnen. Ja, dit is makkelijker dan één knopje heel vaak indrukken. Ja, okay. Dat is waar. Deze was echt easy. Zo, dat is sterretje nummer 3. Ah, dit is kut. 3-3, nice. Ja. Daarom is dat 6. Jij kan goed rekenen. Ja, ik heb wiskunde gestudeerd. Scheikunde. Zij komt gewoon weer op die vraagteken, hè? Dat is al de 4e keer. Waarom weet je dat? Ja. Daisy is die gast van rondjes. Alleen maar rondjes. Elk rondje is anders. Het is echt niet te geloven. Ik heb er geen genoeg van. Dit is echt gewoon niet te geloven. Och, ik ben alleen. Ja, ik krijg zeker weer een moeilijke. Kom op, krijg het. Oh, doe die big top drop, want dan moet je in het midden staan. Ergens op internet gelezen, volgens mij. Ja, deze. Wat moet ik doen? Speed up, slow down. Oké. Okay. Ja, maar dit boeit niet. Daar hoef je niet naar te kijken. Okay. Oh, dus... Jij dan de besturing is hetzelfde. Oké, speed up, slow down. Ik heb... Oké, moet ik gewoon jou ontwijken of zo? Als ik dat moet doen, dan doe ik een slechte job. Doe nou niet! Hoezo ga jij zoveel sneller, gast? Dat is oneerlijk. Dat is wel vaker met deze games. Dat... Het aan één kant best wel veel moeilijker is. Nee! Volgens mij heb ik hem! Dat is toch nergens? Oh, wat een bullshit. Heb je gewonnen? Ja! Ja. Ik hou van dit spel. Dat was de ride voor de finish. Oh, dit wordt een leuke video, jongens, samen. Ik ben het niet, dus... één voordeel is, ik heb genoeg rage momentjes voor de Twitch compilatie. Ja. Want eerst komt sowieso nog de money Twitch compilatie. Die wil ik eigenlijk een beetje apart. Oké, snap ik. Ja, ik heb met 2 andere streams, maar de money die is het leukst, dus daar komt vooral veel van in. Dus ja. Ik ben hyped.
voor die video, wanneer die online komt. Ja, snap ik. Had je die clip van Mumban nog gezien? Nee. Van mijn stream. Oh, die moet je... Die stuur ik je wel even. Die is echt goed. Het is ook mijn meest bekeken clip trouwens. Als het goed is, video's. Clips. Ja, het is mijn meest bekeken clip. Ach, ik zoom even in. Ja, jullie hebben daar wel een party, of niet? Waar? Met z'n drieën op een party. Ja. Volgens mij is er bij deze game ook, als je in de laatste 5 turns bij elkaar op het vakje komt, dat je dan mag battelen. Oh, kijk. Vandaar dat het geen battle vakjes heeft. Omdat als je op elkaar komt, dan... Echt op elkaar, toch? Niet als je langs loopt. Nee, alleen als je op elkaar, op elkaar komt. Nee, precies. Oh, ik hoop alleen dat ik geen delay heb. Anders is dit kut. Wat, hoop je niet? Dat ik geen delay heb, anders is dit kut. Oh. Nou ja, anders dan weten we voor de volgende keer dat we dat eventjes moeten fixen. Oh. Ja, ik heb delay. Het lijkt alsof ik meer delay heb dan... Volgens mij heb ik ook delay trouwens. Ja, ik heb echt delay. Hij reageert bij mij ook later. Ja, want wij hebben allebei als het goed is dezelfde delay, hè? Ja, dat... We moeten dat dus de lager zetten de volgende keer. Ja, want dit is niet te doen. Ik weet echt niet wanneer ik moet timen. Ik doe maar gewoon wat eigenlijk. Ja, dit is niet te doen met die delay. Nee, dan hebben we ook 12. Jeetje, mina. Ja, dat moeten we de volgende keer. Dat is niet intentional. Dat was niet de intentie, zeg maar, dat het... zo moeilijk is. En ik weet dat ik vroeger in deze game echt heel goed was, zeg maar. Dus dit heeft echt wel met die delay te maken. Maar dan weten we dat voor de volgende keer. Dit is een testronde, hè. Dus, ja. Staat ook in de titel, boys. Nee. Niet blamen. Niet blamen. Dat mag niet. Maar ga je dit uploaden als een aparte video? Of, Ja, als het goed is wel. Nee. Heb ik met die Justin ook gedaan. Ja. Ik heb hem nog niet gezien, maar ik zag wel dat je hem geüpload had, zeg maar. Waarom ga je... Oh! Hij krijgt... vierde ster, hoor. Oh, wees, ik heb nog geen genoeg coins, hè? Ja, oké. Hij krijgt vierde ster, boys. Hoe gaan we dit ooit nog winnen? De minigamester kan ik ook al niet winnen. Je bent de Mario Party Master of je bent het niet. Ja, gewoon ongeluk. Oh, krijgt zij ook nog weer. Oh. 10! Ja. Zo'n bank kan dus op een gegeven moment fucking vol zitten met 100 coins en dan kom je erop en dan krijg je 100 coins. Ja, dat is mooi. Kom op, een beetje een makkelijker voor mij alsjeblieft. Beetje makkelijk voor de drie mensjes. Quilt for speed. Geen idee. Oh, deze is wel kut volgens mij. Stop roulette. Okay. Oh ja, dit is weer super kut als je delay hebt. Ah, oh, dit is weer echt super kut. Oh, we moeten zelf de... Oh, oké. Fucking... Ja, nee, dit is echt kut. Jij gaat hem wel winnen, denk ik. Oh. Oh, nee, waarom... Oh, dit is de finish, al. Jij hebt hem al? What the fuck? Ik dacht dat we nog vet ver moesten, joh. Ik ook. Ik verbaasde ook al dat ik er al was. Maar dat is mooi, want dan kan ik de ster zo kopen. Waarom worden we nou weer genaaid? Ja, maar dat was echt die delay. Ja, maar daar had ik ook last van, hè? Nee, daar kan me niks schelen. Ja.
Vijf coins betalen. Oh, ja, Sander Salt in de chat. Ja, doe maar, doe maar. Ik zal het alvast even doen. Jeetje, Mina. Zo. Een ster nummer 4. Volgens mij sta ik daar ook nog echt vet ver van weg. Ja, iedereen denk ik. Dat is dan het enige voordeel. Ik sta sowieso voor jou. Dat is... Die gast heeft zoveel coins en dan gebruikt hij nog die Golden Mushroom niet. Wat doet Golden Mushroom eigenlijk? Lol, kijk op welk vakje die weer komt. Ja, al de vraagteken. Maar ik nee, denk... die Golden Mushroom, daar krijg je drie blokken. Drie dice. Ah. Jongen. Ik denk dat Daisy de green... ja, als hij er is, hè. Bonus star krijgt. Ik weet niet of het bij deze al random is. Want bij 4 is het niet random. Oh, dan krijg je gewoon altijd... Bij 4 krijg je altijd minigame, coin en happening star. Maar volgens mij is het vanaf 5 random. Dat is wel leuker. Vind ik ook. Yay! Ik deed vroeger op de DS in het begin nooit met bonus sterren, want dat vond ik dan oneerlijk. Want ik had altijd de meeste sterren natuurlijk. Ik wilde dan niet dat ik ging verliezen op Happening Star en Running Star. Ik vind dat gewoon voor de chaos vind ik dat geweldig. Voor de chaos. Ik deed het ook op een gegeven moment, heb ik research gemaakt. Oh, deze is wel nice. Hier hoef je maar op één knopje te drukken en je moet eigenlijk zorgen dat die... Dat die hond zo dichtbij mogelijk is. Maar als hij jou raakt, dan ben je... Oké. Dit is een beetje de studyfall van... Studyfall? Van de game. Studyfall. Dan moest je precies op een bepaalde lijn komen. Moest je precies dan op A drukken, eigenlijk. Maar je moet dus ook op de andere letten. Oh, maar we hebben delay. Je moet het minste yards hebben... Door de delay. Yes. Wauw. Het is dat ik me bedacht met de delay. Slim. Daar heb ik wel een beetje ook geluk gehad. Want ik drukte op een gegeven moment gewoon op A en toen ging die ineens heel snel. Toen dacht ik nog van, oh kut. Daar heb ik niet op tijd op A gedrukt. Maar... Laatste 5 turns alweer. Nou, het gaat snel. Time flies when you're having fun, dus ik weet niet waarom het zo snel gaat. Wow, wat een haat. Nee, kijk dan hoe slecht het allemaal gaat, gast. Word je dan niet vrolijk van? Ik had dan nog liever laatste geweest, dan had ik nog iets nuttigs gekregen van deze man. Ah, wat kut. Oh, alle rode wordt een Bowserster? Ja. Yeah. Of een Bowservakje? Dat is niet te doen. Dus zul je net zien, dan kom ik er straks op één en dan krijg ik zo'n Z-star, weet je wel, dat ik een ster in de min ga. Ja, dat hoop ik. Oh, wat een haat. Dat denk ik. Lul, nee, je kan nu niet terugkrabbelen. Dat denk ik, nee, ik zei volgens mij denk ik. dat dacht ik wel. Jij liar. Oh, ga ik wel een goede God voor de tyfus. Nee. Haha, gerechtigheid. Ik denk ik denk dat we alle coins gaan verdelen over iedereen. Ja, denk ik. Dat zou geweldig zijn. Ik heb maar 6 coins. Ja, volgens mij wel. Wow. Oh, ik hou van dit spel, jongen. Ik haat het spel, jongen. Ik hoop dat jij 8 gooit. Ah, fucking fucker. Ja. Nog meer coins. Waar bouwen ze nu, hè, met zijn revelation? Oh, dit spel, jongen. Ik heb zoveel plezier. Ja, jij wel, ja. Oh, volgens mij raakt hij nu de helft van zijn coins kwijt. Oh, nee, maar 10.
Oh, zag jij dat eerder, of? Nee. Ik heb dat dingetje daar zelf geplaatst. Dus ik wist wat er gebeurde. Oh, zij heeft een starpipe, of is dat niet? Nee. Nee, dat is een warppipe. Dan wissel je van plek met iemand. Oké. Oh, nu gaan we orbs verwisselen? Of niet? Oh, nee, het is een orb stelen. Ja, maar dan gaat ze natuurlijk die van mij, want ik heb als enige. Nee, Bowser Jr. had ook. En zij koos random. Hummert. Oh. Nee, maar ik had zo net eentje. En... Ja, ze heeft die bij jou ook gestolen. Ja, alleen ja. Bowser Jr. had er ook een, dus die had ook kunnen. Ja, kiezen. Klopt. Ik zat onder te kijken, maar bij hun moet je boven kijken. Niet Mef. Wauw, dit is de leemste game die in deze game zit. Ik zei het nog. Nou, we hoeven niet. Nou, je hebt wel alles in eigen hand. Ja. Oh, ik ben alleen. Oké, ja, dat is gunstig. Min. Krijg je een min 2? Nee, dat zou wel geniaal zijn. Ja, jullie hebben sowieso meer. Wat? Ja. 2! 2 coins, dit nou spel, jongen, what the fuck. Maar je kunt ook niet timen. Nee, dat kan ook niet, nee. Dat is hetzelfde als met de dice in de game, zeg maar. Ja. Dat kon je in DS altijd zo heel mooi zien in die emulators. Dat het zo voorgeprogrammeerd was. Ja, klopt, ja. Als je dan... Dat is in de GameCube games niet, hoor. Ja. Maar dat is op het de werkt DS alleen als jij hard reset. Dus als jij echt de game uitdeed en dan weer, ja. Ga je niet voor de battle? Enige. Wat? Ging je niet voor het battle vakje? Nee, maar daar is de ster, toch? Ja, dat weet ik. Ja, oké. Ik dacht al wat, hè? Huh? Maar ik weet niet of ik dat haal binnen die 5 turns. Daarnaast, ja, ik wil gewoon 2 erbij. Ah, dat blijf ik sowieso wel trouwens. Want die anderen hebben 0 sterren, maar... Hé, hey, misschien kan ik nog eerste worden als ik een beetje wat bonus sterretjes krijg. Wat ik gaat hij nu inzetten? Maar... Hij denkt nu... Oh shit, nu ben ik wel zo ver weg. Nu moet ik wel. Oeh. Oh. Jezus. Kun je even niet? Kun je eventjes iets rustig aan doen of zo? Och, Chain Chomp Capsule, oh nee. Chain Chomp is een ster stelen? Ja, of coins. Ja, oké, maar dan gaat hij wel voor ster, hoop ik. Oeh. Haalt hij hem nou? Oh, Donkey Kong, dat is nog een. Nee, dat is ook kut. Ja. Dat is toch een minigame, als je die wint krijg je shit. Klopt. Maar kan ook een multiplayer game zijn volgens mij. Oké. Okay. Oh, bonus. Nu kan die ster winnen volgens mij. Volgens mij is dit de beste. Oh nee, coins. The number of coins. Krijgt hij nou 1 coin? Wauw. Dat was de moeite waard. Ja. Goed. En door. Oh, waarom deed ze die warpipe niet met jou? Nee, dat hoeft ook niet. Hoor je mijn afgunst? Nee. Oh, Miracle! Volgens mij is dat echt een coole item. Alleen... A Miracle! Ja, maar die Miracle kan super naaiend zijn voor mij, hè? Oh. Want dan kan... Ken je de flipperkast van Mario Party 4? Dan kan je zeg maar... dan kies je straks 2 personen en dan is het sterren wisselen of zo, weet je wel? Oh, 5 deals. Kom op. Ja, dit is niet eens de moeite waard. Deze game wil ik niet eens winnen. Maar je kunt toch gewoon zien wat de ander doet, dus waarom verdwijnt de... Omdat je misschien niet oplet, dat kan. Wat moet je doen?
Oh, je moet elkaar hameren. Oké, je moet elkaar dus er vanaf gooien. Oh, dan ga jij natuurlijk op mij farmen. Nee, ik ben geen Justin. Oké. Dat is mooi. Oh. Oh, kut. Ja, oké, die is weg. Hé, hey, niet mij! Je zou niet op mij, lullo! Ho, eens, ik ging jou niet farmen, maar ik ga wel op jou. Ja, nee, dat... Je hebt gewoon gewonnen, niet zeuren. Ik heb gewonnen. Terecht dat ik heb gewonnen, hoor. Nee, dat is misschien niet helemaal waar. Dat je zo wil winnen. Hé, hey, jij ging mij bevechten, nou dan ga ik op jou farmen, ja. Lekker voor je, ik kreeg helemaal niks. Doe maar zo. Wat loser. ik kreeg niks. Ja, nee, die is leuk. Die gaat mag gewoon pakken. Ik hoop echt dat je die ster zo niet kan krijgen op een of andere manier. Oh, dat kan ik wel. Nee! Nee. Ja, dan heeft Bowser Jr. Daarom. Of ik. Dit is... Oh nee, dit ik is... niet. Ja, nee, dit was... Karma heet dat. Karma, ja. Dit... Ik zat het zo te jinxen. Oeh, volgens mij is dit ook een goed vakje. Ai, ik hoopte op de Bowser. Oh, wat gebeurt hier? Ja! Nee! Wat een bullshit! Hoe dan? Van jou! Van jou! Wat een... Waar slaat dit op? Dit is de beste Mario Party rondje dat ik ooit heb gehad. Ik heb zoveel plezier. Ik spring van een brug. Oh, deze game, jongen. Niet lachen. Niet lachen. Nou, ik weet wel, dit doen we dus nooit weer. Oh, dit spel, jongen. Ik heb zoveel plezier. Ik niet. Behalve als deze zo meteen die miracle gebruikt en ik ben alles kwijt, dan word ik echt heel salty. Ik hoop het. Ik hoop het echt oprecht. Oké, kom op, Daisy. Wees niet debiel. Gebruik de miracle. Kom op. Hoe debiel ben je? Ja, volgens mij is de miracle niet die ik denk dat het is. Volgens mij is het een andere. Ik weet niet wat die miracle doet, maar... er is één zo'n soort flipperkast. Een miracle. Ik weet niet zo goed wat die miracle orb doet. Nee. Alsnog. Ground pound down. Oh, deze is wel leuk. Oké. Okay. Moet wie het eerst beneden is met ground pounden, zeg maar. Oké. Oh, je moet de goeie hebben. Ook nog. Oh, kut. Hoe kan Bowser Jr. zo fucking ver zijn? Dat is echt niet normaal. Ja, jij bent net zo ver ongeveer. Ja, maar net toen ik het zei niet. Oh. Ah, wat kut dit. Ik zit nu net bij allemaal van die zware blokken. En jij bent er al, ja. Oh, zo fucking... anders had Bowser Jr. waarschijnlijk wel gewoon. Hé, hey, dat is een Mario-pijp. Dat klopt, ja.
We spelen ook Mario Party. Maar dat, volgens, mij heb jij, volgens mij heb jij dat nog niet door aan je stand te zien. Nee. Gaat hij zo? Nou, ik ben er echt klaar mee, zo. Boys. Ik vind dat zo leuk om jou een beetje te fucken. Wacht even hoor. Ja. Ik start even het dingetje op. DS. Oh, shit, dit is... Wat ben je allemaal aan het doen? Ja, dat zie je wel terug later ooit een keer. Ah, ik word hier echt genaaid. De helft van je coins kwijt? Als ze ook gunstig zijn voor mij. Nee, ja. Weet ik niet, misschien wel. Oh ja, dit kan op zich gunstig zijn voor jou. Wat? Als je verliest, als je deze game verliest, ben je al je coins kwijt. Nice. Oh, dat ja, is echt kut met ons. Ja, dat is echt kut met onze controls. Ja, dan ben jij gewoon 60 coins kwijt, hè? Als je... Ja, maar ja, maakt het uit, want ik verlies toch wel. Oh, Sander, wat is dat voor een instelling? Ja, ik kan al niet meer winnen. En volgens mij kan ik ook al niet meer de ster kopen, want we zijn bijna bij de laatste turn, toch? Nog 3 met deze erbij. Fuck, ik liep er ook recht in gewoon. Nou. En jij weer niet hoor, nee, tuurlijk niet. Ja, maar Sander, dit is gewoon skills. Ja, dat is waar. Dit was wel een beetje dom van mij. Ik heb nog nooit zo gedomineerd in een Mario Party potje. Leuk. Nou, leuk. Ik ben echt salty. Oh ja, joh. Ja. Had je dat niet door? Nee. Maar kut gamer is het ook, hè? Ah. Hey. Oh, what the fuck? Jij hebt... Hoe kun je zo geluk blijven hebben? Echt, door deze man. En hij moet blij zijn, want oh, hij heeft de hele tijd geluk. Geen enkele ster is met skill behaald. Oh, yeah! Nee, dat is niet zo. Wat een onzin is dit. Nee, dat is nou eenmaal zo. Je hebt geen enkele ster met skills. Ik word hier geframed. Nee, dat is de waarheid vertellen. Dat is iets anders. Bowser Jr., ga je de ster kopen? Oh, wacht! Je hebt geen coins. Ik ken iemand die ook geen coins heeft. Oeh, en ik denk dat hij nog meer coins gaat kwijtraken. Oh, misschien gaat hij wel een ster kwijtraken. Ik denk niet dat hij coins gaat kwijtraken, gast. Want hij misschien gaat hij wel een ster kwijtraken. Misschien gaat hij wel voor zorgen dat jij een ster kwijtraakt. Kan dat? Please? Al je sterren. Wat? Wat een onzin is dit nou weer dan? Wat? Bowser, je bent fucking Bowser. Ja, maar het is natuurlijk zijn kind. Ik snap het wel. Yeah. Doorgestoken kaart is dit. Wat doet die Miracle? Wordt ze dan geteld op... Huh? It did nothing? What fuck? Stond er. Ja, dan stond is het... dat het niks deed. What ja, dan fuck? Is het niet die ene die ik dacht. Krijgt zij nu ook 10 coins trouwens? Ja, dat denk ik wel, want ze heeft niks. Wauw. Ja. Jullie worden al gematst. Boys, I did it. Ik sta laatste. Met 0 coins en 0 sterren. Ja. Ik heb letterlijk... Dat getuigt wel van skills. Hun laagste Mario Party sterren en coins bij elkaar. Oeh, big top drop. Record. Ik heb het record. Ah, nee. Oh, wacht. Oh, ik weet waar ik moet staan. Als Bowser Jr. ook blijft staan. Ik weet niet of ik langs Bowser Jr. kan lopen, dus eigenlijk. Ah, ja, oké. Okay. Bowser Jr. blijft fucking staan. Wat je ook doet, blijft fucking staan. Ja,
Ja, oké, okay, dit gaat wel... Nee! Bowser Jr., waarom doe je zo fucking debiel? Hij moest toch blijven staan? Oh, tering, Bowser Jr., echt. Blijft hij staan, is het weer niet goed. Hij kan ook gewoon... in het midden staan, waarbij je dus geen damage kon krijgen. Ah. Maar hij ging steeds net iets te ver lopen. Als hij gewoon blijft staan, was er niks gebeurd. Last turn. Ah, shit, ik heb 3 coins. Nee, mijn record. No. Oh, die zal ik wel even voor je afpakken dan, ja? Ja, doe maar. Hoe dan? Ja. Ik weet even niet hoe. Ik zie het nog niet gebeuren, eigenlijk. Wat doet die Blizzard eigenlijk? Ik moet eigenlijk heel even kijken. Hoeveel had ik? 7, hè? 3, 4... Nee, je had 8. 6, 7... Ook, nee, 8, dat zou heel mooi zijn, maar dat is niet zo. 3, 4, 5, 6, 7. Ja, ik moet wel naar mijn eigen Mr. Blizzard toe, helaas. Want anders kom ik op Bowser en daar heb ik geen zin in. Nee, nee, je had wel die andere moeten kiezen, volgens mij, ja. Oh ja, dit is alleen, dan raak je alleen je orbs kwijt, maar ik heb geen orbs. Nothing happened. Het zou wel geniaal zijn trouwens, als ik ook alle 3 de bonussterren krijg. Nee, Daisy heeft sowieso die groene... Als die er is. Oh, ja, jij hebt de minigamester, denk ik. Dat denk ik ook, ja. Je hebt de running star, denk ik ook wel. Nou, Bowser Jr. had die ene 3-dubbele dobbelsteen. Ja, dat kan ook nog, ja. Ja, die, dus hij gooide ook fucking heeft hoog. Heel veel... Ja. Ja, toen gooide hij ook heel hoog. Dus daar heeft hij denk ik heel veel mee ingehaald. Maar we zullen zien. Och, ze wordt natuurlijk... Ze wou nog heel even een keertje. Ze dacht, ja, ik moet wel eindigen waar ik de hele tijd ben geweest. Ja. Terug naar oude vertrouwde plaats. Ja. Nou, laat me op zijn minst deze nog even winnen. Nee. Later skater. Later skater. Nee, dat klinkt wel als een top ding. Ah ja, moet je gewoon rondjes. Maar dat is denk ik best wel lastig met onze... controls. Oké. Okay. Wow, yo, dit is lastig met de controls. Ah, vind ik niet hoor. Vind ik niet. Oh, jawel. Als de computer zo dik voor ons staat, dan moet er toch iets niet goed gaan. Waarom zijn die camerahoeken zo kut? Godverdedieves. Oh, fuck. Jij staat gewoon letterlijk een ronde achter, gast. Ja. Doe beter je best of zo dan, hè? Kun je beter je best doen, toevallig? Oh. It's the winner. Ik heb het op een gegeven moment verneut. Ik denk dat ik het best wel had... redelijk bij had kunnen houden. Ja, ik had echt ik had last van de controls. Toen ik startte, ging ik drukte op pijltje naar rechts en toen ging je naar beneden. Ah, ja. Ik ben wel benieuwd. Wat een dominatie. Wat een dominatie. Maar misschien win ik nog op het gebied van coins. Niet? Nou, wat gek. Wat een dominatie. De minigame star. Voor de enige minigame domineerder. Hutsefluts. Ja, dat viel te verwachten. Coinstar, die heb ik, toch? Die heb ook jij. Nee, niet! Nee, dat klopt trouwens wel. Ja, Bowser Jr. had wel heel veel coins. Happening Star. Nou, die is voor Daisy. Dat kan niet anders. Die kwam zowat... Ben ik letterlijk de enige zonder ster. Nou. Ik haal mijn leven. Ik haal deze game. Ik haal alles. Ik heb echt gedomineerd. Dank jullie wel voor het kijken. Doei.
Oh, coins van minigames. Ja, ja, zo maar werkt deze de was ook best wel close. Ja. Deze was best wel close. Most coins you had once time. Ja, die had Bowser Jr. dus. Ga eens naar de happening spaces. 4 keer maar. Dat kan niet. Dat kan niet. Ze is er veel vaker op geweest. Dat kan niet anders. Ik had met rood had ik gewonnen en met Bowser. Zij is zeker al 5 keer op die taart gekomen. Ja. Iedereen bedankt voor het kijken van de stream. Bedankt voor het kijken van mijn dominatie van de game. En ik hoop dat ik Xander nog ooit zo ver kan krijgen om nog een keertje met me te spelen. Nou, niet Mario Party 5 in ieder geval. Oh, het ligt aan de game. Het ligt aan de game, oké. Ja, sowieso. Bedankt voor het kijken. Adios, amigos.